Een hele goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb me even heel snel klaargemaakt. Want ik ga zo met Nessie weg. Trouwens, mijn wimpers zijn er echt niet uit. Aan de ene kant heb ik echt veel meer wimpers dan de andere. Maar ik moet het echt bijvullen. Snel even een afspraak maken. Even kijken. Ik heb vandaag aan een spijkerjack van de Zara. Van de oude collectie. Zwarte top. Kappa, trainingsbroek van Nessie. En mijn nieuwe Nike's. Het ziet er niet uit samen, maar goed. Ik moest even snel iets aandoen. Zo, wij zitten inmiddels in de auto. Het is trouwens vandaag dag 10 van de Ramadan. Best wel snel, hè? Ja, we zitten op 1/3 eigenlijk van de maand alweer. Het gaat echt snel. Nessie is heel erg moe. Ik ben wat meer opgewekt. Zoals altijd. Wij gaan nu even richting Rotterdam. We gaan even een beetje werken. En voor de rest hebben we niet echt een planning vandaag. Ik hoop dat ik later op de dag deze auto mee mag nemen. Want ik wil echt heel graag weer deze wimpers doen. Het ziet er echt niet uit. Dus maar goed, ik heb bril op haar vandaag. Dat doe je morgen niet. Waarom dan? Ik wil de auto morgen doen. Oh echt? Ik even appen of ze niet dat kan. En dit zit eigenlijk een beetje. En Nessie wordt gebeld. En Nessie denkt echt dat hij in een dikke Ferrari rijdt. Want hij haalt iedereen in met deze Volkswagen. Ik ga helemaal stuk. Leuk om zo. Mag ik nog even wel melden? Ik merk dat ik een beetje ga aankomen. Daar is Ramadan, want ik eet niet goed. Gisteren heb ik even brood gegeten. Ik heb 2 dagen trouwens niet gevlogd, maar in die 2 dagen heb ik ook helemaal niet zo goed gegeten. Gisteren heb ik bijvoorbeeld tonijnpizza opgegeten in de nacht. Dat is niet de bedoeling, dus dat kap ik vanaf vandaag per direct mee. Ik ga weer lekker even gezond doen, want ik denk juist met het vasten en zo is het de timing om juist gezonder te eten. Of niet, Essie? Zeker. Dus dat voel ik het zelf ook niet. Nee, ja, ik vind dat jij het eigenlijk best wel slecht doet. De eerste paar dagen ging het goed. Maar de laatste paar dagen vind ik echt dat jij te veel brood eet. En dat soort dingen. En zoetigheid opeens, hè? Dat is zo lekker. Ja, ik ga ook stoppen met zoetigheid hollen. Het enige wat daar heb ik mee fruit gehad. Dat we eerder fruit gaan eten dan dat maar chocola. Ja, we gaan vandaag weer even een beetje boodschappen doen, toch? Ja, een beetje gezond. Dat is een beetje het doel voor de komende dagen. Je hebt wel gesport gisteren. Ja, ik heb gisteren gesport. Ook niet gevolgd. Kijk. Nee, maar ik voelde mij zo schuldig dat ik gewoon wel even heb gesport. En ik was daarna kapot, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo intensief heb gesport. Maar dat kwam omdat het zo lang geleden was. Dus dat hou ik aan, want ik voelde me wel weer super lekker. Zo, hele dag aan het werk geweest. Het is inmiddels, even kijken hoe laat het is. Het is inmiddels 6:15. Nessie is nu naar zijn motorrijles. Ik heb mijn auto weer opgehaald van de garage. Ik ga snel even naar huis toe. En dan ga ik even beginnen met opruimen met de vaat. En dan ga ik lekker rustig aan koken. Daar heb ik, echt, ik heb zoveel trek, jongens. Niet normaal. We hebben ook echt aan één stuk doorlopen werken. Ze krijgen ook echt heel veel trek van. Maar ik ga even snel door naar huis nu. Naar huis rijden in mijn autootje. Ik heb mijn autootje echt gemist. En dan rustig aan koken. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Guys, echt zo dom. Ik reed net dus gewoon naar de McDonald's om koffie te halen. Zo dom. Ik heb echt geluk dat ik op tijd ben achtergekomen dat ik aan het vasten ben. Dat is echt dom. Ik ga stik. Gelukkig heb ik dus geen slok genomen. Maar ik heb dus gewoon gehaald. Oh, dat was echt heel dom. Toen ik ging rijden dacht ik van, ik ga nog koken straks, bla. Toen ben ik gewoon langs McDonald's gegaan. Wel 20 minuutjes later onderweg natuurlijk. Gewoon dit gehaald. Gelukkig heb ik helemaal geen slok genomen. Oh mijn god. Ik ga stuk om mezelf. Zo fucking dom dit. Ik heb boodschapjes gedaan. Ik keek in het raam. En toen zag ik Lira al kijken naar mij. Wie is dat? Wil je heel graag naar buiten komen dan? Lekker. Lekker zonnetje, hè, kind. Oh, wat ruik je daar? Straks eten. Hi. Heb je mij gemist? Lekkere. Je mag even buiten spelen. Echt zo'n heerlijk weer buiten. Oh, ik had ze buiten gelaten, maar ze zijn weer binnen. Ik heb even boodschappen gedaan bij de appie. En ik heb nog weer een paar sapjes opgehaald bij Juice Express voor de komende dagen voor mij en Nessie tijdens Ramadan. En ze heeft speciale shotjes voor mij gemaakt op aanvraag. Want ik hou dus heel erg van chili in mijn gembershotjes en die heb ik dus nu besteld. Dus ik ga de komende dagen waarschijnlijk helemaal dood. Maar het is echt heel goed voor je weerstand. Let AUB niet op mijn wimpers. Ik ben zo blij dat ik mijn auto weer heb. Dat ik niet de hele dag gewoon vast zit in huis. En ik overal naartoe kan waar ik heen wil gaan. En niet afhankelijk ben van
Les zien of hij wel of niet een afspraak heeft. Nesim heeft nu trouwens een rijles voor de motor. En hij kijkt er echt de hele tijd naar uit. Hij is helemaal in de motor nu. Ik zal jullie even laten zien wat ik bij de appie heb gehaald. Ik heb al gezegd dat ik iets gezonder ga eten. En ik heb weer mijn crackers gekocht. Ik heb nu voor de smaak hazelnoot gekozen. Ik heb weer pure chocola gekozen. Ik heb een allesreiniger. En meestal gebruik ik deze helemaal op. En dan vul ik het gewoon bij mijn eigen allesreiniger. En dan voeg ik er water aan toe. Maar mijn eigen flesje was kapot. Want ik vind zo'n spuit altijd zo handig. Dus deze heb ik weer even ingekocht. Ik heb courgette gekocht. Ik ben van plan namelijk vandaag soep te maken. Een lekker gevulde groentesoep. Maar ik moet eerst mijn vaart doen. Ik heb een paprika gekocht, ook voor in de soep. Olijfolie. Bij ons gaat olijfolie echt zo snel. We doen het letterlijk in onze salade, zo ons eten. Gewoon, we houden van olijfolie. Schoonmaakdoekjes. Ik heb van die geurstokjes gehaald. Die waren in de actie en die ga ik even doen bij de kattenbak. En voor de rest ga ik weer beginnen aan ongezoete amandelmelk. Want het is weer lang geleden en ik ben weer begonnen met melk te drinken. En dat is echt absoluut niet goed voor mij. Dus dit ga ik weer doen. Ik ga nu even een huispakje aandoen en dan zie ik jullie straks. Zo, ik heb mijn keuken schoongemaakt. En daarna heb ik deze kip gemarineerd. Die gaat zo de koelkast in. En daarna lekker in de oven. Maar ik heb nog 2 uurtjes de tijd. Dus is nog een beetje te vlog om het in de oven te doen. Kijk, ik wil deze soep dus maken van kokmutsjes. Die heb ik gekregen van mijn vriendin. Die heeft gisteren even gemaakt. Maar wel even mijn versie ervan. Want ik doe er bijvoorbeeld geen wortel in. Ik wil het wel een beetje keto-proof maken. En koriander lust ik niet, dus dat komt er ook niet in. Ik ben benieuwd, man. Ik heb een andere soep gevonden. Paprika courgette soep. Nou, ideaal dit. En dan kan ik gewoon een beetje zelf dingetjes nog toevoegen. Ik ga er gewoon mijn eigen versie van maken. Ik mix gewoon de 2 soepen samen. Je hebt nodig olijfolie, ras el hanout. Of ras el hanout. Moet je het echt zo Arabisch uitspreken? I don't know. Zout, peper, paprika, courgette, tomaat, paprikapoeder, tuinkruidenbouillon of groentebouillon, knoflook, ui, broccoli en peterselie. Ik ga nu even alles netjes snijden. Zo, broccoli is gewassen en gesneden. Zo, courgette en de ui erbij. Zo, alle groenten zijn gesneden die in de soep moeten komen. Ik heb hier nog verse peterselie, die doe ik er later even overheen. Zo, we doen eerst olijfolie in een pan. En dan doe ik alle groenten erin even bakken. Volgens het recept hoef ik ze eigenlijk niet te bakken, maar ik weet niet. Ik wil gewoon eerst bakken en daarna pas water eroverheen. Na een paar minuutjes heb ik dus water toegevoegd. Nu heb ik hem op het hoogst gezet, want hij moet eigenlijk beginnen met borrelen. En zodra die aan borrelen is, mag ik het op een laag vuurtje zetten. En dan moet ik het dus even 30 à 40 minuten zo laten. En daarna kan ik waarschijnlijk met staafmixen overheen. Ik ga nu even nog een paar kruiden toevoegen. Ik ga nu een bouillonblokje toevoegen. Ik heb heel klein beetje zout toegevoegd. En peper. En als laatst ras el hanout. Wij zijn nu aan het borrelen, dus ik ga hem even laag zetten. De soep is aan het koken en ik ga hem dus straks wel proeven, want jullie hadden allemaal gezegd dat ik dus wel mocht. Dus dat ga ik vandaag wel doen. Voor de rest wil ik vandaag een mukbang plaatsen, maar het is nog best wel vroeg. En ik wil het graag even naar de iftar editen en het ook daarna plaatsen, want dan hebben jullie ook allemaal gegeten. Lijkt me ook wel leuker om naar te kijken. Dus dat ga ik straks doen. Voor de rest ga ik bij de soep een salade maken. Een stukje vlees. We hebben dus kip in de oven. Gewoon lekker brood of rijst. Even kijken wat ik allemaal heb en wat ik daarvoor kan maken. Maar dat zien jullie allemaal straks wel. Zo, even de kip omdraaien en dan weer in de oven doen. Wow, ik heb wel even een hand nodig, jongens. Ik zie jullie straks weer. Ik heb er lekker veel knoflook overheen gedaan en peterselie. En deze gaan weer nu de oven in. Zo, kip is eruit. Ik ga ze weer even allemaal omdraaien. En dan zet ik de oven op de grillstand, zodat ze een beetje knapperig worden. Na een half uur ziet de soep er ongeveer zo uit.
ik laat het nog wel even iets verder koken. Ik heb de soep even van de vuur gehaald en ik laat het nu iets afkoelen. En daarna ga ik er met een staafmixer er doorheen. Zo. Ik heb niet echt veel geduld, dus ik heb het niet echt laten afkoelen. Ik ga er nu met een staafmixer doorheen. Ik ben echt benieuwd. En dan ziet de soep er zo uit. Ik heb er net even op het puntje van mijn tong geproefd. Smaakt heerlijk. Zo, en nu laat ik hem op een heel zacht vuurtje doorkoken. Voor een kwartiertje of zo. En dan is die klaar. Het ziet er zo goed uit. Ik ga nu in deze pan rijst erbij maken. Ik wil een salade maken, maar ik heb alleen komkommer. Dus ik ga een komkommersalade maken met komkommer, mayo, olijfolie, zout, peper, peterselie en citroen. Ik heb hier natuurazijn nodig, maar ik heb hier appelazijn. En dan moet je echt heel weinig van in doen. Dus als eerst peterselie. Ook komkommer gewassen. Ik denk dat ik deze hele komkommer nodig ga hebben. Oh, Nessie belt aan. Ik heb dus de komkommer in plakjes gesneden. En nu ga ik de dressing maken. Dus we starten met olijfolie. En dan doen we er mayo bij. Dan doe ik er azijn bij. Hier moet je echt oppassen, want het kan alles verpesten of maken. Echt een heel klein beetje. Zo, zout en peper er ook al overheen. En als laatst citroen. Ik doe alles even in deze kom. En dan doe ik er de dressing overheen. En dan ziet het er zo uit. Het ruikt echt heel erg lekker fris. Ik ga het even snel in de koelkast doen. Zo, guys. Eindelijk klaar. Dit is onze avondeten vandaag. Lekker een soepje. Komkommersalade. Kip, rijst, kaas, olijven. Bedankt, meneer. Alsjeblieft. Heerlijk. Zien. Eindelijk eten. Lekker. Binnenkort seizoen 3. Oh mijn god. Messi. Oh, eet smakelijk, schat. Eet smakelijk. Hoe is de soep? Wat soep is dit? Ik heb er heel veel groenten in gedaan. Zo lekker. Vind je deze lekkerder dan tomatensoep? Heerlijk, ja man. Dit is meer jouw type, hè, want het broccoli en zo in. Mm. Ik wist dat ze het lekker zou vinden. We gaan ondertussen naar Peter Pannenkoek kijken op Netflix. Als we eten, komt Dinar opeens naar boven. Hi Dinar. Dinar is back. Jongens, wij hebben heerlijk gegeten. En toen zaten we op een gegeven moment voor de tv. En toen dachten we, we hebben gewoon zin in een ijsje. Dus dat is wat we nu gaan halen. Vond je dat? Kijk hoe ze ligt. Dat is een dooie. Dus wij gaan lekker late night snacking. After eight. Oh ja, dat is mijn lievelingsijs. After eight. Nee, volgens mij. Oh, hier is de huissleutel.